Goedemorgen allemaal, of bijna allemaal, want ik zie dat er nog een paar mensen die ingeschreven hebben nog niet aangemeld zijn of ingelogd zijn. Dus ik kan nog heel even wachten, maar niet te lang. Ja, welkom op onze eerste Smans Academy websessie. We hebben een poll gehouden, een vraag gelanceerd via de sociale media, eigenlijk met de vraag van welke van deze vier topics zouden jullie graag eens behandeld zien in een korte sessie via een websessie om kennis te maken met de Smans Academy. Dat is iets wat we nog niet zo heel lang in het leven hebben geroepen, maar de bedoeling is dat we klanten, mensen, onze klanten gaan opleiden, voorzien van kennis ook. Niet alleen de machines, niet alleen service, maar ook kennis om hun werk zo goed mogelijk te doen. En ook wat achtergrond te krijgen bij de processen die in uw productie die daar zijn. De vraag die gewonnen heeft, of de vraag die het dan geworden heeft met de meeste stemmen, dat was de vraag: wat is de ideale pen-gatverhouding? Pen-gatverhouding, dat heeft te maken met through-hole componenten, through-hole processen, solderen, golfsolderen, selectief solderen. Ook handsolderen in mindere mate, maar daar is het ook zeker wel van toepassing. Dus we gaan die vraag vandaag behandelen. De ideale pen-gatverhouding. Ik zie dat er nog twee mensen zijn bijgekomen ondertussen. We zijn er nog niet allemaal. Maar ja, er komt nog iemand bij. Dus ik probeer nu een klein beetje te rekken. En dan kunnen we dadelijk beginnen. Kan iedereen mij goed horen en zien? Er is een chatfunctie, dus je kunt niet terugpraten naar mij, want anders zou het misschien wat te chaotisch worden, maar je kunt chatten, er is een chatfunctie. Moest er problemen zijn, kun je daar schrijven. Ook als je vragen zou hebben tijdens de uiteenzetting, schrijf die gerust op en dan gaan we die op het einde nog proberen te behandelen in een vraag- en antwoorden uurtje. Maar geen uurtje, maar korter hopelijk. Ja, ik denk dat we van start moeten gaan. De meeste zijn er, denk ik wel. En dan ga ik mijn scherm delen en beginnen we eraan. Even kijken. Even terug. Scherm delen. Nee, applicatiewindow. Ik denk deze. Ja. Goed, dus in het kader van de Smans Academy, zoals ik net zei, proberen we zoveel mogelijk kennis te delen met onze klanten, met iedereen in de industrie. Eerste websessie vandaag. Het onderwerp is pen-gatverhouding. Dus pen-gatverhouding. Is van toepassing bij through-hole componenten. Dus niet bij SMD, maar through-hole, de oude techniek, de klassieke componenten waar we een pootje hebben dat door een printkaart eigenlijk steekt en zo gesoldeerd wordt. We hebben enkelzijdige kaarten, we hebben dubbelzijdige kaarten. Bij enkelzijdige kaarten is dat natuurlijk niet van toepassing, omdat het gat daar niet doorgemetalliseerd is. Dus er is geen koper in het gat bij een enkel bij een dubbelzijdige kaarten of multilayers. Dus de bedoeling is dat de component ligt aan de bovenkant van de kaart, zijn pootje steekt door het gat. Dat wordt gesoldeerd aan de onderkant, komt daar een golf van een golfsoldeermachine of tegenwoordig meer en meer selectief soldeermachine. En de bedoeling is dat de tin eigenlijk helemaal vanuit de onderkant door het gat omhoog tot aan de bovenkant een vulling maakt. Afhankelijk van welke klasse dat je in werkt,
Of waar je borden voor zijn, zijn er andere bepalingen. Daar komen we dadelijk op neer, op terug. Maar de bedoeling is dus, het einddoel is om dit hele gat te vullen met tin, om zo een stevige verbinding te krijgen. Dus afhankelijk van de klasse waar uw borden onder vallen. In IPC worden er drie klassen onderscheiden: klasse 1, 2 en 3. Waar klasse 3 eigenlijk de meest strenge klasse is. Dat gaat over medische toepassingen, militaire toepassingen, echt toepassingen waar het belangrijk is dat de soldering echt zo lang mogelijk en zo goed mogelijk blijft in de tijd en onder stress. Klasse 1 is dan de laagste klasse. Dat kan gaan over speelgoed, over consumerborden, waar eigenlijk de eis niet zo hoog ligt, omdat de levensverwachting daar ook heel laag ligt. Dus we kunnen bijvoorbeeld zien in de Battlefield, daar gaat het in dit geval over, onder IPC in klasse 1 is een Battlefield van minder dan 50%, dus minder dan 50% vulling. Voor klasse 2 is een defect. Dus in principe wordt zo'n bord dan afgekeurd als die opstijging van het tin minder is dan 50%. In klasse 3 wordt er nog meer verwacht. Is het sowieso een defect onder de 75%. Maar dat wil niet zeggen dat klanten of producenten hun eigen normen hebben. En wat ik ook vaak tegenkom is dat 100% eigenlijk verwacht wordt. Dus het is zaak om uw tin, uw vulling, zo hoog mogelijk te krijgen. Dat is heel belangrijk. Daar komt natuurlijk ook de pen-gatverhouding komt daar om de hoek kijken. Dat is een heel belangrijk gegeven om een optimale wetting te krijgen. De opvloei omhoog van een vloeistof. Dat gaat in, eigenlijk is dat een natuurkundig fenomeen dat capillaire werking of capillaire actie betekent. Wordt aangeduid met die term. Capillair, dat heeft een betrekking op haarvaatjes. Het is zo dat een vloeistof de neiging heeft, in gewone normale omstandigheden, de neiging heeft in een smalle opening zelf omhoog te trekken. Dus een vloeistof in een smalle opening gaat zelf omhoog kruipen. Dus hier hebben we de hoogte waarin dat gebeurt. Die is afhankelijk van een aantal natuurkundige begrippen en die zijn gegoten in de wet van Urin. James Urin was een Engelse natuurkundige en die heeft eigenlijk de meest simpele wet met betrekking tot de capillaire actie heeft die opgesteld. Er zijn nog wetten die veel ingewikkelder zijn, maar deze maakt eigenlijk al mooi duidelijk voor ons in het solderen, in wat wij doen, maakt de verschillende onderdelen duidelijk en de invloed van die onderdelen op van die formule op de doorstijging in het gat. Dus hier staat de wet van Urin even opgeschreven zoals ze ruwweg is, waar H natuurlijk de hoogte is die we willen vullen. Die willen we zo groot mogelijk hebben. En dan een aantal, het is een breuk, dus er staat een aantal dingen in de teller, een aantal dingen in de noemer. Dat is eigen aan een breuk, natuurlijk, dat hij een teller en een noemer heeft. En we weten ook wat in de teller staat, is belangrijk om zo groot mogelijk H te krijgen in de noemer, zo klein mogelijk. Dus wat zit daarin? Even snel overlopen, wat erin, een 2, dat is gewoon een vermenigvuldiging. Dan zit er Griekse letter ρ in, dat is de oppervlaktespanning van de vloeistof. We hebben te maken met een vloeibaar soldeer. Oorspronkelijk werd de wet opgesteld met water. Bijvoorbeeld kwik, water. Dat was dat waren stoffen waar het vroeger mee gedaan werd. Maar we hebben dus vloeibare soldeersel, wat is dat zich ook gedraagt als een vloeistof. Dus de oppervlaktespanning daarvan. Daar komen we straks even op terug. Dan hebben we ook nog in de teller staan de hoek waarmee dat de contacthoek eigenlijk van het vloeibare soldeersel met de zijkanten, de benadbare, de bevochtigbare zijkanten van
enerzijds het bord van het gat, de plating van het gat, en de andere kant de pen. Dat is eigenlijk ook de wettinghoek, waar dat we ook op terugkomen in de grote training. Dus dit is een onderdeel, eigenlijk een topic genomen uit onze advanced training, selectief solderen. In het solderen is er een contacthoek, waarmee het vloeibare solder contact maakt met de metalen oppervlakte. En die hoek is heel belangrijk. Hoe kleiner die hoek, hoe beter de wetting. Hoe makkelijker het tin hier omhoog zal gaan, hoe makkelijker de binding van het tin met de metalen. Dus ook hoe sterker, hoe beter eigenlijk uw verbinding wordt gemaakt. Dan in de noemer, komen we er dadelijk op terug. Dan in de noemer hebben we nog een paar dingen zitten. Er zit bijvoorbeeld soortelijk gewicht zit daarin. Soortelijk gewicht van onze vloeistof, in ons geval het tin. Die heeft een vaste soortelijk gewicht, dus daar kunnen we heel weinig aan veranderen. G is de zwaartekracht, dus de aantrekkingskracht van de aarde zit erin. Kunnen we ook heel weinig zelf aan doen. Dat zijn vaste gegevens, maar we zien ook de radius, dus eigenlijk de halve opening hier, die zit daar ook in. En interessant daarvan is, die kunnen wij zelf bepalen. Dus als we component hebben met een bepaalde pindikte en we gaan ons bord ontwerpen, kunnen we bepalen wat het gat gaat worden voor die bepaalde pen. Dus daar zijn we eigenlijk naar op zoek in deze uiteenzetting. De afstand die we moeten hebben, de pen-gatverhouding. Ik heb een pen en wat moet dan het gat zijn? Dat is die R waar dat we eigenlijk naartoe willen. Om nog even die wet een beetje uit elkaar te halen, nog even snel, ik heb het er net al over gehad. Dus alles wat in de teller staat, we hebben dus, als we H zo hoog mogelijk willen krijgen, de hoogte zo hoog mogelijk willen krijgen, willen we het getal dat we uiteindelijk uitkomen in die teller zo hoog mogelijk krijgen. Dus dat zijn de factoren waar we H, de hoogte, mee kunnen verbeteren, hoger maken. In de noemer, dat willen we zo klein mogelijk krijgen. Delen door een groot getal geeft ons een klein getal uiteindelijk. Deel door een klein getal geeft ons hier een zo groot mogelijk getal. Goed, dus de oppervlaktespanning, contacthoek, dat hebben we over gehad. Maar die kunnen we natuurlijk ook nog beïnvloeden zelf. En waar kunnen we die mee beïnvloeden? Bijvoorbeeld de oppervlaktespanning van het soldeer, van het vloeibare soldeer, kunnen we beïnvloeden door het gebruik van stikstof. Als we stikstof gaan gebruiken, als we gaan solderen in een stikstofomgeving, dus de zuurstof is dan uit de atmosfeer gehaald. Aan de ene kant vermijden we dan dat we veel oxides gaan vormen. Oxides zijn niet interessant. Maar aan de andere kant gaan we ook de oppervlaktespanning van het tin, en dat is misschien ook belangrijker dan het tegengaan van oxides, de oppervlaktespanning van het tin gaan we drastisch verhogen. En dat is natuurlijk interessant, want die staat in de teller. Dus dat getal willen we sowieso zo hoog mogelijk hebben. Dus we zien al dat het gebruik van stikstof invloed heeft op de oppervlaktespanning en daarmee ook op de doorstijging in het gat. Dus stikstof is zeker een heel interessant gegeven om te gaan implementeren in een soldeerproces. In selectief solderen is dat standaard aanwezig. Golfsolderen niet altijd, dat kan, wordt meer en meer gedaan, maar vroeger werd er vaak gesoldeerd, golfsolderen in de lucht. Maar we zien met het toevoegen van stikstof dat we daar echt wel heel wat winst kunnen halen. Dus dat is het deel van de oppervlaktespanning van ons solder. De contacthoek. Een contacthoek van het vloeibaar soldeer met de zijkanten, dus eigenlijk met de te vertinnen oppervlakte, die moet zo klein mogelijk zijn. Het is een cosinus van een hoek die we nemen. Voor degenen die het nog weten van school vroeger, ik heb het ook moeten opzoeken eerlijk gezegd, maar de cosinus van een hoek is groot als die hoek zo klein mogelijk is. Dus ik heb het hier even als geheugensteun bijgezet. Cosinus van 0 graden is 1. Hebben we een hoek van 45 graden, dan vermindert hij al dat getal. Dat wordt dan kleiner dan 0,7. En bij 90 graden, als de hoek hier een rechte hoek zou zijn, hebben we eigenlijk een 0. Een 0 in de teller
is helemaal niet interessant, want dan hebben we geen getal meer daarboven. En dan is onze hoogte, die zijn we dan ook helemaal kwijt. De contacthoek, dus de wettingshoek, die wordt eigenlijk mede beïnvloed door de flux. Als we de delen gaan solderen, dan zijn die geoxideerd, die moeten schoongemaakt worden, die moeten voorbereid worden dat het tin kan ingrijpen in de metalen van de poot en van het gat. Dat is eigenlijk een soort schoonmaakactie dat daar gebeurt door de flux. En daardoor verkleinen we die hoek. Dus dat is interessant. We moeten flux hebben in het gat, voorafgaand aan de soldering, om die hoek zo klein mogelijk te krijgen. Dus flux is hier ook heel belangrijk. Goed fluxen en zorgen dat die flux ook helemaal in dat gat gegaan is. Natuurlijk, die flux, dat is ook een vloeistof. Dus die reageert, die valt eigenlijk onder dezelfde wet. Alleen een stap eerder in het proces gaat die ook helemaal naar boven moeten gaan. Dan komen we bij de noemer, de massadichtheid. Dat is dus het soortelijk gewicht van onze vloeistof. In dit geval is onze vloeistof een legering, gesmolten legering. Als we kijken wat bijvoorbeeld de dichtheid van vloeibaar tin is, dat is ongeveer 7 gram per kubieke centimeter. Zilver is wat zwaarder, is wat meer. Koper ook wat. Lood was natuurlijk vroeger nog meer. Lood is eruit. Dat zijn eigenlijk min of meer vaste gegevens. Uw legering, die kies je in het begin van uw proces en daarna blijft uw legering eigenlijk zitten. Daar gaat u niet elke dag mee wisselen. Dat is een vast gegeven. We zien ook bij flux, alcoholbasis flux, dus met VOC's op alcoholbasis, daarvan is het soortelijk gewicht kleiner dan 1. Dus 0,7. Wat dan ook weer interessant is om in een noemer te hebben, want dat verhoogt ook weer de doorstijg. Dus hier zien we ook al meteen waarom een alcoholflux eigenlijk betere doorstijging van de flux en later dus ook de tin gaat hebben in die gaten. Gewoon omdat die massadichtheid is kleiner. Een watergedragen flux die heeft natuurlijk massadichtheid 1. Want alles is, de referentie is daar water. Dus in een selectief proces, in een golfsoldeerproces, is in principe een alcoholflux wel interessant om te gebruiken in verband met de capillaire actie en de doorstijg. Dan komen we bij de aantrekkingskracht. Die is vast, daar kunnen we niet veel aan doen. Kunt de productie verhuizen naar de polen in plaats van op de evenaar en dan gaat daar iets winnen. Maar echt handig is dat natuurlijk ook niet. En dan het laatste, de radius van de opening hier, dus de halve opening, die kunnen we wel bepalen. Wij kunnen gaan zeggen, ik wil mijn gat met die diameter of met een ander diameter. En daarover, dan zijn we eigenlijk bij de essentie gekomen van het onderwerp van vandaag, van wat is de ideale verhouding, hoeveel keer groter moet mijn gat zijn, of hoeveel groter moet mijn gat zijn dan de pen die erin zit. De zwaartekracht kunnen we nog tegenwerken met een pompdruk, met de pompdruk van het tin. Dus het tin wordt omhoog gestuwd door de meeste pompen. In selectief gaat het waarschijnlijk iets krachtiger zijn dan in golfsolderen. We werken daar de zwaartekracht wat tegen. Maar we hebben eigenlijk ook gezien als de wettingshoek, of als er totaal geen wetting mogelijk is, dat er bijvoorbeeld geen flux in dat gat zit, of het is zodanig geoxideerd, dan krijgen we hierboven een nul. Dan zouden we onze tin opstuwen in dat gat en mee dat we de pompdruk weghalen, loopt de tin gewoon terug naar beneden. Dus pompdruk, ja, kan helpen of zal helpen, maar de andere voorwaarden moeten wel voldaan zijn. Het is niet zo dat we met een pompdruk, hogere pompdruk, alles kunnen oplossen meteen. Dat gaat niet. Dat gezegd zijnde, de verhouding tussen opening en doorstijging, de hoogte, dus de hoogte H en de opening, halve opening in feite in de formule, dus de halve opening. Als we die op een grafiek neerzetten, dan krijgen we eigenlijk een grafiek die exponentieel min of meer loopt. Dus dit is de hoogte dat we doorstijgen in het gat. En dit is de diameter van het gat. Dus we zien meteen hoe groter ik mijn gat maak, hoe minder doorstijging in het gat zelf dat ik krijg.
En er is dan een zone, te klein gaat ook niet. Je zou kunnen denken, ja, als ik het heel, heel klein maak, dat is heel interessant. Maar we zitten natuurlijk met de fysische eigenschappen van het soldeer. Dat heeft een bepaalde dikte. Op een gegeven moment, als de spleet te klein wordt, het gat te klein wordt, gaat die ook niet meer omhoog kunnen. Dan is er meer obstructie, meer wrijving dan iets anders. Dus er is een gebied, hier het groene gebied, met het lachende manneke, wat eigenlijk voor solderen, in onze toepassing, eigenlijk een goed gebied is om in te werken. En dat is eigenlijk een gebied tussen de 0,1 mm en 0,4 mm voor het gat tussen de pen en de wand van uw bord. Dus in dit gebied. Als we daar dan in het midden gaan zitten van die twee getallen, het zal aan de, hoe kleiner, hoe beter eigenlijk. Maar als we hier een gemiddelde nemen, dan komen we op 250 micron uit. Dat is het gemiddelde van, zitten we hier net in het midden van die curve. Daar is de capillaire actie eigenlijk het sterkste in dat gebied. Dus uiteindelijk komen we met een snel bruggetje, komen bij het volgende oplossing. Dus als we een pen hebben, de diameter van de pen van onze component is gekend. We doen er een halve millimeter bij om die 250 micron aan elke kant te krijgen. Dus we doen er een halve millimeter bij en dat is dan de diameter van het gat dat we in onze kaart idealiter kunnen zetten om zo'n sterk mogelijke capillaire actie te krijgen. En dus ook zo'n hoog mogelijke doorstijging in het gat. Dus dat is een snelle regel om erachter te komen, is mijn verhouding pen tot gat, is die wel oké? Als ik meestal vraag, stel je die vraag pas als je problemen hebt, dan ga je afvragen, wat zou er fout kunnen zijn aan mijn ontwerp? En met deze regel kun je dan heel snel bepalen van, zit ik daar echt wel binnen tolerantie, zit ik goed of zit ik er helemaal buiten? Natuurlijk, optrek heeft met temperatuur nog te maken, met multilayers in de kaart, afkoeling. Dat zijn allemaal factoren die daar nog eens bijkomend bij zijn. Maar als we volgens capillaire actie de grootst mogelijke capillaire actie willen bereiken, dan moeten we ons aan deze regel houden. Tot zover de presentatie op zich. Zoals ik al eerder zei, het is een onderdeel van opleidingen die we hebben in de Smans Academy. Daarna ga ik even kijken of er vragen zijn of niet, maar ik ga nu even laten zien wat de Smans Academy snel inhoudt. Eens even kijken. Dus Smans Academy, op de website vind je daar een hoop informatie over. Zien jullie de website nu? Ja. Dus dit is Smans website. Onder Academy staan, die heeft zijn eigen aantal pagina's. Er staat een kalender met de opleidingen die we gepland hebben, die we doen. Voorlopig zijn dat opleidingen via web. Tot de dag komt dat we weer volop bij elkaar op bezoek mogen komen. Klantgetuigenissen van klanten die al opleidingen hebben gehad. En eigenlijk, de opleidingen worden in twee grote groepen verdeeld. De basisopleidingen in het groen en de advanced opleidingen in het blauw. Dus wat we net gezien hebben, deel capillaire actie, die komt, dat is een deeltje van onze selectief opleiding. Selectief, dat zien we hier, dat is blauw, dus dat is al advanced. Als we daarop klikken, dan zie je de onderwerpen. En capillaire actie zit hier, capillaire actie en pengatverhouding, die zitten hier mee tussen de onderwerpen. Je kunt ook vragen voor meer informatie. Als je geïnteresseerd bent in opleidingen, ik ga eens even teruggaan. En snel overlopen wat er is. Dus we hebben een basisopleiding SMD. Dat gaat over mensen die eigenlijk van straat geplukt worden en neergeplant worden in een
SMD-productieomgeving die wegwijs worden gemaakt met alle begrippen. We lopen daar een hele productielijn af en bekijken in het kort welke machine wat doet. Wat is belangrijk? Er komt ook een stuk ESD aan te pas. Basistraining kabel en draad, strippen, knippen, contacten aanzetten. Wat is het verschil tussen een kabel, wat is een draad? Een advanced opleiding over fluxen. Wat zit daarin? Wat doen die stoffen? Waar moet ik mee opletten? Ook naar betrouwbaarheid op lange termijn toe. Golfsolderen, het hele golfsoldeerproces van begin tot einde. Fluxen, voorverwarming, handsolderen, technieken, verschillende bouten. Dan een korte opleiding, ioniserende straling. Wat is dat? Kan dat kwaad? Waar moet ik dan mee opletten? Voor mensen die x-ray apparatuur hebben. Er zijn ook trainingen die we specifiek kunnen maken voor jullie. Dat we zeggen, we gaan bepaalde onderwerpen groeperen. Er is een opleiding in verband met laagsmeltpuntlegeringen die meer en meer opkomen. Wat zijn dat? Waar moet ik op letten? Wat zijn de voordelen, nadelen? Die zaken, technische zaken waar ik mee rekening moet houden. Reflow solderen, dat is een advanced training ook. Profielen maken, technieken om te verwarmen, al die zaken. Selectief, hebben we net een stukje uitgezien, stencil drukken. En dan algemeen een basisopleiding, wat solderen is voor mensen die eigenlijk daar nieuw mee in aanraking komen. Ik ga eens even kijken of er vragen zijn. Eens even kijken. Zijn er vragen? Heb jij iets binnen gehad? Wacht eens even kijken. Ah ja. Ik heb hier een paar. Ja, de preheat wordt hier gevraagd. Dat is de eerste vraag. Heb ik misschien kort nog aangehaald. Ja, de preheat heeft natuurlijk invloed op de optrek in het gat. Als het gat te koud is, als om een of andere reden de tin die naar boven stroomt, verandert van vloeibare vorm naar vaste vorm. Dat wil zeggen dat die te koud wordt. Dan stopt gewoon de opwaartse beweging. En dat is het. Daar blijft uw tin hangen. Dat kan te maken, of dat zal veelal te maken hebben met lagen, die koperlagen die in uw bord zitten. Die daar heel hoop warmte vragen, die ook veel warmte wegtrekken. En dan is het inderdaad zaak van de voorverwarming zodanig in te stellen dat er meer warmte in het bord zit voor het solderen. Soms gaat het niet verder en moet er eigenlijk in het ontwerp van het bord ingegrepen worden door heat traps in te bouwen. Dus die lagen worden dan thermisch ontkoppeld, zodat uw gat, uw barrel, waar de tin in omhoog komt, thermisch ontkoppeld wordt van de lagen die er aan gekoppeld zijn. Dus dat het gat niet afkoelt, niet makkelijk afkoelt. Ja. Dus preheat, ja, natuurlijk is belangrijk. Zonder preheat komen we ook nergens. Dan heb ik de tweede vraag waarschijnlijk al van het aantal koperlagen in de massa en de massa invloed op de doorstelling. Dat is eigenlijk hetzelfde probleem. Inderdaad, hoe meer koper aan zo'n gat hangt, hoe moeilijker het is om dat gat helemaal door te warmen. En zo gauw dat gat te koud is, stolt uw soldering en blijft het. Krijg je het niet meer door. En dan, ja, eenmaal gestold is het voorbij. Of het soldeersel vloeibaarder wordt bij hogere temperatuur. Nee, eigenlijk niet, maar we hebben natuurlijk een voorverwarming zitten in de meeste processen, golfsolderen en selectief. Maar de meest effectieve overdracht van warmte is natuurlijk de golf zelf, dat is het tin zelf, dat is contactwarmte. Dus als we het soldeersel warmer maken van zichzelf, gaat natuurlijk, zo gauw dat hij in contact komt met uw gat en uw pen, gaat hij daar al meer en efficiënter warmte insteken. Dus die gaat eigenlijk, de warmte gaat voor de tin uit, loopt in het gat omhoog, de warmte van
van de golf zelf. En daarmee zouden toch wel kleine probleemgevallen eventueel wel kunnen oplossen. We moeten wel uitkijken dat we een legering niet te hoog stoken, omdat uw bord is gespecificeerd, uw componenten zijn gespecificeerd tot een bepaalde maximumtemperatuur. Het kan zijn dat we dan de onderkant van het bord, wat het langste in contact is met die golf, die dan eigenlijk iets te warm staat, dat we daar delaminatie gaan kunnen krijgen, dat we soldeermaskerproblemen gaan kunnen krijgen. Het afwassen van koper, de koper is het basismateriaal van uw gat, wordt dan ook veel meer versterkt. Dus je gaat copper dissolution krijgen, het koper wordt afgespoeld door de golf. Als er al weinig koper lag, kunnen eigenlijk hele pets, door te warm het in, kunnen eigenlijk hele pets weghalen van het koper. Dus daar moeten we wel voorzichtig mee zijn om dat te doen. Er was nog één vraag. Ah ja, of een te groot gat ten opzichte van de pen ervoor kan zorgen dat we tin aan de bovenkant op, op de kaart, bovenkant tin krijgen. Dat is zo met elk gat dat er is. Als de pompdruk hoog genoeg is en we stuwen genoeg tin naar boven, kunnen we het tin aan de bovenkant laten uitspuiten. Maar dan denk ik wel dat je toch al redelijk ver buiten uw limieten moet zitten van pen-gatverhouding. Ik heb nog een vraag van Aad, maar die zal ik apart behandelen, want het is mij niet helemaal duidelijk. En dan nog een vraag of de opleidingen van de Academy gerelateerd zijn aan een bepaalde machine of merk. Nee, die zijn niet gerelateerd. Dus het gaat over processen in het algemeen. Dus dat is merk onafhankelijk, fabrikant onafhankelijk. Dat zijn gewoon de processen benaderd vanuit een meer wetenschappelijke achtergrond van waarom gebeuren die dingen nu. En die komen sowieso terug bij elke golfsoldeermachines verschillen onderling niet zo heel veel selectief. Ook niet, dat zit hem in details, maar het werkingsprincipe van hoe werkt zo'n machine, dat is maar heel beperkt. We kunnen maar op een beperkt aantal manieren solderen en dingen doen. Dus de Academy is eigenlijk een open, onafhankelijk platform, dat geldt voor elk merk. Dat hoeven niet merken te zijn die wij verdelen, dat gaat op voor alles. Ik denk dat dat zo wat de vragen zijn die we... Is er nog eentje? Waar zie je die? Oké. De slides. Dat heb ik behandeld. Ik heb. ik krijg blijkbaar de vragen met wat vertraging door in de presentatie. Even kijken. Of een te warme soldeersel kan hechten aan het. Soldeermasker. Ja, dat kan. Een soldeermasker is natuurlijk op een print gezet om soldeersel, vocht, fluxen af te stoten. Daar zijn heel veel types in, daar zijn heel veel soorten in. Wat heel belangrijk is, is dat dat soldeermasker goed is uitgehard voordat ze bij jullie binnenkomen. Ik heb kaarten gezien en badges gezien die veel te snel geprocessed waren in het land waar dat de kaarten gemaakt werden, te snel naar hier gestuurd, eigenlijk niet goed uitgehard en dan kun je van allerhande hechtingsproblemen krijgen. Of een te warm soldeersel, dan moet het echt al heel heel warm zijn. Dan gaat het eigenlijk eerder niet, dan is het eigenlijk niet zozeer een zaak dat het soldeersel te warm is, maar dan denk ik dat het eerder een soldeermaskerprobleem is. Meeste soldeer, of de temperatuur meest gangbare nu in selectief
Verloodvrij, dat gaat 300, 320 is al heel hoog. Echt veel hoger gaat dat niet. En dat, een soldeermasker zou daar gewoon tegen, een goed gemaakt en goed geprocessed soldeermasker zou daar eigenlijk gewoon tegen bestand moeten zijn. Ja. Dus bij elke dikte van de PCB vragen ze, verandert die pen-gatverhouding? Nee, volgens die wet van Urine heeft de hoogte van uw PCB, dus eigenlijk de hoogte van ons gat, heeft geen invloed op de sterkste capillaire werking. Dus ervan uitgaande dat we de hoogste capillaire actie willen bereiken, heeft de lengte van het gat naar boven toe heeft eigenlijk geen invloed op de capillaire werking. Natuurlijk, hoe dikker uw kaart is, hoe meer koper er zal in zitten, hoe belangrijker het gaat zijn dat de warmte in het gat goed verdeeld is, dat die overal aanwezig is, anders stolt het. Dus een dikke kaart kan, daar kan het soldeersel eerder in stollen dan in een dunnere kaart, maar dat is dan eerder een thermisch probleem en niet zozeer een capillair probleem of een capillair gegeven. Dus pen-gatverhouding, dat gaat over capillariteit en de werking van de capillariteit in tussen pen en het gat. Dus nee. Goed, dan denk ik dat we aan alle vragen die we tot hier hebben, een antwoord daar hebben opgegeven. Moesten er nog vragen zijn, kun je altijd via de website of het e-mailadres academy@smans.com vragen stellen. En dan komen we er heel graag op terug en dan behandelen wij die heel graag. Dat mag van alles zijn over verschillende onderwerpen die aanbelangen. Dus wij houden ons graag ter beschikking voor verdere kennisdeling en hulp. Dus ga gerust eens kijken op de Smans website. En als er vragen zijn, dan kun je die via die weg ook nog stellen aan ons. Goed, dan gaan we het hierbij laten. Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor zijn aandacht en de tijd. En ja, hopelijk tot snel. Tot ziens.